zo sta je in Sunneken en zo sta je in de Rijer. En dat was vandaag ook met af en toe een paar beutjes, geen grote hoeveelheden het had opgebracht. Maar ja, in de Rijer, de temperatuur was niks te. En uiteindelijk werd het toch nog 7 tot 8 graden bij weinig wind uit de zuidelijke richtingen. De foto die erin is gestuurd, ik heb eigenlijk nog maar een foto van gisteren genomen. Dan kan de moed nog een beetje inhalen voor de komende dagen. Een hele mooie foto, want toen was het lekker rustig, maar is een beetje nevelig met wat koeien in de wei. En de andere foto is nog van hedenochtend, een beetje ochtendrood, maar ja, ochtendrood, water in de sloot en dan heet het alweer te pakken. Ja, het weer voor de komende dagen, want de regen laat weer toch langzamerhand wel wat achter ons. Gelukkig wel, de barometer loopt weer wat op voor de komende dagen. Vanavond en komende nacht hebben we dan wolkenvelden, enkele opklaringen. De temperatuur zal dan dalen naar 2 tot 4 graden. En morgen hebben we een dag met ja, toch wel wat ochtendgries, want in de nacht ontsteedt wat mist en nevel. En daar hebben we dan eventjes mee te maken. Maar later op de dag, en dat zal vooral in de middagzon, kijkt de zon er af en toe wat door. Niet overal, maar met 10 graden is het dan weer heel wat anders dan vandaag. Ja, en vandaag staan we hier met de weerpraat. Zomer weer ergens, dat zeg ik de hele week al. En wie staat nou op de Vievenberg? Het lawaai we een beetje op de achtergrond hoort, dat zijn van jongens die proberen te voetballen. En ja, het weer erbij is natuurlijk niet zo florisant, maar als het een beetje hard loopt, dan blijft het ook lekker warm. Want de komende dagen geeft het de temperatuur toch wel een klein beetje onderuit. Vrijdag werd het dan nog 10 graden, maar in het weekend gewoon weer niet verder dan 7 tot 8 graden. Maar omdat het droog bleef en weinig wind is, is het denk ik al redelijk te doen. Want veel zon hoeven we in het weekend niet te verwachten. Wel is het zo, als de opklaring wat breder bent, dan kan het in de nacht aardig afkoelen. Ik denk zowel in de nacht naar de zaterdag als in de nacht naar de zondag dat de temperatuur naar 2 tot 4 graden geeft. Met wat kans op vorst aan de grond en dat zal vooral zo. Zaterdagochtend kunnen zijn. Zondag is er weer ietsjes meer wind. Ja, en volgende week, het blijft een beetje weer van wel eens niet eens, maar in ieder geval, ik denk dat het begin van de week helemaal droog blijft. En de temperaturen zo rond de 7 graden liggen en 's nachts ook weer soms dicht bij het vriespunt. Dus de winter ligt misschien een klein beetje op de loer en als er wat neerslag valt, dan zal er wat winterse neerslag kunnen komen. Maar of dat helemaal doorgaat, wie kijkt er naar? Goed gaan.